langs een paar hangjongeren. En die zeiden tegen mij, ja, jij werkt sowieso bij de McDonald's. En dat was een beetje demotiverend voor mij. Dus ik heb nu echt geen zin meer om te werken. Maar bent u de eigenaar van de Plus? Want daar heb... Nee, dat bedoel ik. Ik wou dat heel graag doen. Alleen ik vroeg me af of het ook mogelijk was om aan de dieren te ruiken. Maar ik heb echt sinds dat ik de patatje gegeten heb, heb ik constant de hik. Ga jij doen? Ga jij vrouwenstem doen? Doe eens. Hi met Katrina. Oké, ja. Oh ja, ja, dat kan ik ook niet ruiken hoor. Ik bel gewoon het vaste nummer wat op internet staat. Maar ik denk gewoon, ik bel voor op, want ik ben natuurlijk boos hè. Want mijn haar is gewoon knal oranje. En ik word wakker 's ochtends en het lijkt alsof ik gisteren bij het EK ben geweest. Goed leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Hallo jongens, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Nou, waar zijn we? In ons nieuwe huis. We zijn weer verhuisd jongens. En dit keer blijven we hier. We gaan niet weer nog een keer verhuizen. Maar we gaan een deel 3 maken van afbellen op plekken waar ik niet werk. Ja. Dat is, ja, de eerste 2 heb ik 4 jaar geleden gemaakt. En ik heb daarna nooit meer een versie ervan gemaakt. Terwijl heel veel mensen zeiden van ja, het is echt super leuk, super grappig. Hier komen even een paar stukjes van de vorige die ik heb gemaakt. Ja, maar ik kan dus vandaag niet, want ik ben, ja, het is een beetje, ja, het is best wel awkward om te zeggen, maar mijn bilnaad is een beetje opgezwollen. En ik kan niet lopen. Ik moest vandaag werken, maar ik kan helaas niet. Je moest vandaag werken? Ja. En op welke afdeling werk je? Bij de kleding. Welke dames, heren of kinder? Dames sokken. Teen, papier, schaar. Yes jongens, wie gaan we bellen? Wie gaan we bellen? Wie gaan we bellen? Zijn misschien niet open. Hallo, hallo, goedemiddag broer. Ik sta bij jullie werken vandaag. Maar mijn vader is met die kameel weggaan. Dus ik kan nu niet, ik ga niet lukken vandaag man. Sorry broer. Ja broer, hoor je mij goed? Ja, Donner King, ja, ik moet werken vandaag, alleen mijn vader is met die kameel weg, dus ik kan nu niet komen. Kan ik morgen... Ja, kan ik morgen komen werken of is het niet mogelijk? Nee, hoeft niet, ja. Maar vandaag moet wel, hè. Ja? Vandaag, ik moet wel komen eigenlijk. Kan jij mij niet ophalen? Als jij mij komt halen, ik kan jou wel geven, alleen ik moet wel werken dan, hè, eerst. Ja, ik kom met kameel, ja. Met kameel? Ja, wil je kameel? Ja, ik wacht. Ja, jij komt mij halen met kameel. Hi, goedemiddag met Esther. Hi. Hi, ja, ik moest vandaag inwerken. Alleen ik kon het nummer niet meer vinden bij wie ik bij desbetreffende persoon. Maar ja, ik denk dat ik het vandaag niet ga redden. Vandaag zal je eerste dag zijn? Ja. Of je oriëntatiedag? Ja, mijn oriëntatiedag. Maar ik was dus aan het fietsen. En ik reed langs een paar hangjongeren. En die zeiden tegen mij, ja, jij werkt sowieso bij de McDonald's. En dat was een beetje demotiverend voor mij. Dus ik heb nu echt geen zin meer om te werken. Oké. Okay. Ja? Yes. Esther is de naam. Esther. Oké, okay, doei. Ik denk dat zij gewoon denkt van ja, I don't care. En dan hangt ze gewoon op. Hi, je spreekt met Tom. Ik zou vandaag eigenlijk mijn eerste werkdag hebben bij jullie in de Plus. Alleen, ja, ik heb nu eigenlijk huisarrest gekregen van mijn moeder. Want ik ben betrapt met een sok op mijn, je weet wel. Dus ik mag nu niet komen. Ik denk niet dat het bij ons is. Jawel, want jullie zijn toch de Plus. Ja, dat klopt. En mevrouw, jawel, want ik ben ook op sollicitatie geweest vorige week en het zit gewoon allemaal goed. Maar het gaat me niet lukken van vandaag, mevrouw, want ik heb echt straf van mijn moeder en dan wordt ze echt heel boos, hè. Ja, helemaal goed. In ieder geval een fijne dag dan. Maar hoe zit het nou dan? Moet ik morgen nou wel komen of niet? Meneer, ik weet niet waar het over gaat, dus ik ben beter... Ik moet toch... Mevrouw... Mevrouw, ik moet toch werken vandaag, maar dat gaat hem niet meer worden. Het ja, is mijn eerste... Ik ben daar niet van op de hoogte. Dus maar bent u de eigenaar van de Plus? Want nee, daar heb... nee,
Nee, nee, dat bedoel ik. Dus dan weet u er ook niks van. Dus dan kunt u er ook niks over zeggen, hè? Als u er niks van weet, als ik niet weet van planten, ga ik er ook niet over praten. Ik ga nu ophangen, want ik heb een klant staan wachten. Hele fijne dag nog. Zelfde. Oké, wat doet de volgende? Nee, dat bedoel ik. Hi, goedemiddag. Ik had een advertentie van jullie gezien dat je kan werken en meehelpen op de boerderij. Ja. Ja, ik wou dat heel graag doen. Alleen ik vroeg me af of het ook mogelijk was om aan de dieren te ruiken. Ja, als je mee bezig bent, dan ruik je mezelf. Maar hoe bedoel je dat? Nou, gewoon dat je echt dicht bij de koeien komt en dicht bij de schapen. Wat? Ja. Ik moet de mensen lopen tussendoor. Oké, en is het ook mogelijk om, als u gaat werken, toch? Dan om dingen mee te nemen naar huis, zoals uitwerpselen? Met welk idee? Nou, gewoon als verzameling. Ik wil dat heel graag verzamelen. En er zijn heel veel mensen bij mij in de buurt die dat ook graag willen, ook voor huidverzorging. Oh, ja, weet je. Als je er wat mee kan. Oké. Wanneer zou ik kunnen beginnen? Ja, ik weet niet. Moet je eens even een gesprekje hebben. Kijken of het allemaal past en klopt. En of we het een beetje samen uit kunnen volgen. En ook qua tijd en precies de werkzaamheden en zo. Ja, oké. Okay. Ja, daar zou ik me graag voor willen aanmelden. Kan ik dat nu gelijk doen? Ja, ik heb het agenda voor me liggen. Oké. Okay. En mag je ook helpen met bijvoorbeeld als een koe moet bevallen? Dat je dan het kalfje eruit trekt? Ja, het ligt eraan. Hoe ver je bent op dat moment in de opleiding, zeg maar. Ja, oké. Okay. En is het ook mogelijk om zelf huisdieren mee te nemen? Nee. Nee. Oké, dat is wel raar, want het is toch op een boerderij? Ja. Ik wil ook wel wat zeggen, maar... Je wou echt raar. Maar hij bleef wel serieus. Hij dacht, ja, als je het wil meenemen dan... En je kan er wat mee, hè? Dan moet je dat lekker meenemen. Hoi, goeiedag. Je spreekt met Begrit. Ik heb een vraagje. Ik heb net bij jullie een patatje gegeten. Ja. Maar ik heb echt sinds dat ik dat patatje gegeten heb bij jullie, heb ik constant de hik. En ik heb het nu al twee uur, het is nu al echt 2 uur geleden dat ik bij jullie een patatje heb gegeten. En het stopt maar niet. En ik zat te denken om gewoon langs te komen. Want ja. Maar hallo hè? Huh? Hoe is het mogelijk dat ik na een patatje eet bij jullie de hik? Wat zei u? Ik zeg sorry, maar ik kan er niks aan doen. Het is een lichamelijke reactie, maar ik denk dat het anders kan. Maar een compensatie of iets dergelijks is niet nodig, want ik ga er hier natuurlijk wel wat van maken. Want ik kom net van een afspraak af en die mensen lachen me vierkant uit. Oh ja, dat is niet helemaal netjes van ze, maar dat, ik denk dat niks te maken heeft met een patatje als ik hem hier krijg. Ik denk dat het misschien te maken heeft met gewoon het feit dat hij wat gegeten heeft. Ik ben er weer hoor. Oh, even opgehangen. Dat is een lichamelijke reactie. Lichamelijke reactie. Niet doen. Nou jongens, de snackbar nam niet op helaas. Dus we gaan mijn vriendin Chiros bellen. En ik ga doen alsof mijn haar heel erg verpest is. En Maar jij kan geen imitatie na doen, toch? Ze moet niet... Oh ja, ga jij doen? Ga jij vrouwenstem doen? Doe eens. Hi, met Katrina. Oké. Maar wat moet ik precies zeggen? Je moet boos worden dat je blonde highlights hebt gedaan. Ja. Dat heet balayage. Balayage, oké. Je hebt blonde balayage gedaan, maar het is echt oranje geworden en je vindt het niet mooi. Oké. Okay. Hi, hele goede dag. Spreek met Katrina. Hi. Hey. Ik heb van de week bij jullie balayage gezet in mijn haar en het is gewoon oranje geworden. Dus ja, ik... Oh, ja. Terugkomen. Ja, want zitten daar nou kosten aan verbonden of zo? Wat moet ik nou doen? Ja, want ik wil... Ja, omdat ik je ken. Dat moet je de reiskosten aan verbonden. Want als je invoerster bent en kosten
Influencer? Ja. Wie is die influencer dan? Ja, volgens mij jij. Je hebt helemaal die shit. Hè? Ik ga betalen. Ja. Ik ben geen influencer hoor. Ik weet hoe je erbij komt. Nee, zeker niet. Shit, man. Validatie. Validatie, shit. Oké, jongens, helaas had ik mijn nummer niet uitgezet. En Ros is gewoon dat het mijn nummer was. En ja, die weet ook hoe gek Davio is. Zo gek als de deur, dus... Locomotief. Oké, we gaan nu een andere kapster bellen die volk het niet kent. Dit is ook de laatste. Ja. Balayage, niet balayage. Ja. Goedemiddag, Martijn. Spreek je met goeiedag, spreek met Samantha. Hoi, hoort u mij? Hoi, ja. Ja, luister, ik heb van de week balayage bij jullie gedaan, maar dat is nu helemaal oranje. Ik lijk wel op een rood kapje. Maar ik heb dus nu, het probleem is nu dat ik morgen heb ik eigenlijk een fotoshoot. Maar ja, het gaat me nu, ja, het is nu al eigenlijk helemaal verpest. Nou, Samantha, ik denk niet dat je bij mij geweest bent. En hoezo denk je dat? Omdat je nooit hier hebt gehad gisteren, want ik sta alleen. Ik heb ook niet gezegd dat ik gisteren ben geweest, dus hoezo denk je dat? Ja, omdat ik geen talenten heb. Ik ken me allemaal van zijn klanten. Dus jij hebt helemaal nooit... nu ga je zeggen dat ik een geest... Dus dat je een geest hebt, zijn haren hebt geverfd. Nee, want ik bedoel, er is ook een ander filiaal. Dat bedoel ik, dat probeer ik. Oké, sorry daarvoor. Maar ik denk... Dus ik ben niet bij jou in de salon geweest. Jullie zitten toch in Scheveningen? Ja, maar Scheveningen heeft 9 kapsalons. Ja, dat kan ik ook niet ruiken hoor. Ik bel gewoon het vaste nummer wat op internet staat. Maar ik denk gewoon, ik bel voor op, want ik ben natuurlijk boos, hè. Want mijn haar is gewoon knal oranje. En ik word wakker 's ochtends en het lijkt alsof ik gisteren bij het EK ben geweest. Ja, maar dat is ook goed te behandelen, want oranje tegenovergestelde is blauw. Als je nou bij hen teruggaat waar u geweest bent, dan gooi je ze een toner, een blauwe toner overheen. Dan wordt het gelijk. Dus u zegt dat ik nu blauw, mijn haar blauw moet verven? Nee. Wat is dat nou voor advies? Nou, oranje, de tegenovergestelde primaire kleuringen, tegenovergesteld van oranje is blauw. Dus als u teruggaat naar het salon waar u geholpen bent voor de balayage... Dus dan moet ik toch blauw in mijn haar doen? Nou, dan gaan we... Dus blauw eroverheen. Noemen ze me blauw kapje straks en geen rood kapje meer. Nou, mevrouw, ik vind het niet normaal hoor. U zegt, in plaats van dat u zegt sorry, het spijt ons, zegt u je moet blauw in je haar knallen. Maar waarom zou ik sorry moeten zeggen? Ik heb u toch ook niet geholpen? Mevrouw, u zegt dat ik letterlijk blauw vind. Nou, dit was de video. En sowieso, esso naar alle mensen die we gebeld hebben. Ja, het spijt ons heel erg. Ze zijn eigenlijk echt kinderachtig. 2 kleine kindjes. Maar... Ik ben door eentje betrapt, maar dat is logisch, want Vonneke belde met haar eigen nummer en zij ziet gewoon dat Vonneke belt. Nou, vond jullie het een leuke video? Doe dan een duimpje omhoog en vergeet niet te... Abo? Nee. Ro? Een. Abonneren? Abonneren, Oké, doe dat en vergeet niet te liken, delen, subscriben. Alles. En follow me on the gram. De volgende video, ja, dat video is namelijk bijna jarig. En we gaan als verrassing ergens naartoe. Hij is heel erg van overtuigd dat we naar Spanje gaan, maar we gaan niet naar Spanje. En hij weet het nog steeds niet. Dus in de volgende video, donderdag, ga je die zien waar we naartoe gaan. En als je het goed raadt, dan krijg je gratis... Geld. We geven namelijk 500 euro cadeau weg. Voor degene die raadt waar we naartoe gaan. Ja. Oké, ik ga 1 hintje geven. Laat me even nadenken. Wat? Het ligt aan het water. Hoe bedoel je het? Het land ligt aan het water en het is 2 uurtjes vliegen. Nou, maar daar heb ik niks aan, man. Als jullie het weten, zet het in de comments. Je wint 500 euro. Ja, later alligator, raar. Wow. Waarom tegen mijn hoofd aan? Hé, je wordt echt ruzie weer.